Heel staandig aan kwam dat Rijngebied vanuit het noordwesten nieuw het oer de zinnen te lezen. En dan rijdt het soms even flink van de media melding vanuit Ameloon, een hoorsbui. Ja, en hier in Jerbeem, ik rijd van de media. Maar dat zult ze net bluwen. Ik moet tegen op oer al. Joen, we hebben misschien hier en daar eerst nog eens even wat lichter aan, maar staan er gewoon, nou, vrij vlug, klaart het ik op vanuit het noordwesten mooi. Het eerst op de Waadheiloon en natuurlijk in het noordwesten van de provincie. Wat letter Joen, in het oosten en het zuidoosten. De temperaturen vannacht zien om 12 graden, een minder warme nacht dan de oude nacht en vannacht droeg waar. De wind, ja, die komt uit westelijke richtingen mooi, west-noordwest, west-zuidwest en die is zwak of matig. Monodai. Ik denk in de maand iets te buiken, maar net overal. En de zinnen komt vooral in de midden te vastgien. Dan is het droeg, dan treffen we het voor al het boetengebeuren in de provincie. De temperaturen liggen boven het leger 16 tot 18 graden. En de wind die komt morgen uit het westen mooi, steeds maar westelijke richtingen. En die zal matig en vrij krachtig wezen. Nou, in het kust- en waardgebied denk ik wel krachtig, misschien bij vlagen wel hut in het waardgebied. Dus toch maar even een waarschuwing van de wettersporter. En dan komt snoei, een droge dag, maar ik heb 16 tot 18 graden. En de zinne is er flink bij. En de wind, al bij het westelijke richtingen, meest zwak ontmatig. En dan zoeken we vooruit, manje 10 en wagen, treien droge dagen op een richtje. Mooi temperaturen om het bij de zonnetje 18 graden heen, is het al je wat koeler. Maar de wind komt ik uit het noorden en het noordwesten mooi. We moeten morgen maar weer even in het wagen.